Welkom allemaal in dit mooie Barasati, een mooie zone. En natuurlijk, Kakadri staat er klaar voor. Komen jullie gezellig een beetje dichterbij, dat we samen waren en lekker waren voor Kakadri. Oké, je jongen was Sani, je drie was Sani en natuurlijk, je dans was Sani. Rondi Skanka, oké. Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Iya, sudah biasa. Sekian dari Alma. Jamal. Ini sudah tak sana. Logis. Thank you.
Thank you.
We gaan een liedje ten gehoor brengen die tegenwoordig een raasje is op YouTube. Ja, hebben we al gedaan nog keren. Ja, lieve mensen, kan maar niet als de vloot is, wat ik net heb gezegd. We gaan een nummer ten gehoor brengen die op dit moment een raasje is op YouTube. In Nederland, in Suriname, in China, in Oekraïne, in Nicaragua. Het is overal bekend. Terwijl je daar staat te dansen en als je toets op YouTube, Kappa 3 bent, dan gaat je zien wat ik bedoel. Als je december naar Suriname gaat, dan wordt het geweldig wat Kappa 3 is daar. Yes, yes. Lieve mensen, hallo zijn bagages. Lieve mensen, op Brazzaville 2022, Kappa 3 hier, laatste flow. Maar we voelen een beetje afstand tot het podium. En het gezelligste is natuurlijk, het feestje is altijd hier. Dus kom naar voren. Brasa D, laten we niet zo afstandelijk zijn van elkaar. Kom alsjeblieft naar voren. Hier is het feestje. Niemand kijkt op het podium. Niemand is er bang voor. En we gaan gewoon lekker verder. Doordat iedereen zegt van kom, we gaan hier het feestje vieren. Okay. Dus jullie mogen even een pauze heren, want die mensen blijven maar staan helaas. Kom alsjeblieft naar voren. Gisteravond precies zo. Volle bak hier zo. We hebben genoten, het dag ging eraf. Waarom zal het vanavond minder zijn? Kan toch niet? Of vanmiddag, we zijn nog in de middag zelfs. Dus we kunnen een voorsprong nemen. Als je oorlog wil, dan moet je naar Oekraïne. Ja toch? Hier hebben we vrienden. En Brasa. En Brasa. Brasa, nee. Schreven die idee. Groot niks kan gaan doen, oké. Yes. Yeah.
Thank you.
want hebben andere verplichtingen, oké? Kunnen jullie lekker gaan kijken wat er allemaal is, maar voordat we dat gaan doen, hebben we wat technische problemen, zie ik nu. Dus ik wilde eigenlijk wat versterking erbij halen. Gisteren heb ik het lekker alleen mogen doen. Gisteren was het druk, het was spannend, dat zei ik net ook al. En vandaag heb ik twee vrienden van mij uitgenodigd. Tenminste, ik niet de organisatie, maar we kennen elkaar. En de eerste, die ken je vast wel. De mensen die ietsje ouder zijn als mij kennen hem als DJ Swing. En heel veel andere mensen die kennen hem vanuit de buurt. Hij is onderdeel van Tim Boy. Roo!